Dit is het rekje en je kunt hem dus zo draaien. En dit leek me ook heel erg leuk om in de keuken te zetten. Dan heb ik dit zwarte metalen mandje. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Action. Ik ben Lisa en je kunt me misschien kennen van het Instagram of YouTube kanaal Lisa Koster. In deze video ga ik mijn keukentje een mini makeover geven. Want ik woon in een huurwoning en dat is allemaal best wel een beetje een saaie bedoeling. Dus die kan wel wat opfleuring gebruiken. Ik ga dus zometeen naar de Action en ga ik even flink wat spullen halen om mijn keuken helemaal te pimpen. En dan zal ik daarna ook nog meteen de spullen aan jullie laten zien. En hoe ik mijn keuken dan ook ga stylen. Dus dat zul je allemaal zien in deze video. Mocht je benieuwd zijn, mocht je interesse hebben om binnenkort ook je keuken een kleine make-over te geven, blijf dan vooral kijken. Mocht je misschien iets zien in deze video en heel snel naar de winkel rennen en dat het misschien wellicht daar niet meer ligt, het kan uitverkocht zijn. Action heeft een heel wisselend assortiment en er is altijd wel iets vergelijkbaars wat je kunt vinden. Like deze video, subscribe en dan gaan we snel beginnen met de shoplog en mini make-over. Maar eerst naar de winkel. Let's go! Zo, ik heb echt een gigantische tas vol aan spullen van de Action. En die ga ik zo meteen allemaal in mijn keukentje stylen. Ik zal ze allemaal één voor één eventjes laten zien met de prijs erbij. Zodat jullie precies weten wat ik heb gehaald. We beginnen met deze spice rack. Dit is zo'n rekje waar je dus allemaal flesjes in kunt doen. Waar je dus je specerijen in kunt opslaan. En je kunt hem draaien. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga deze heel mooi stylen in mijn keukentje. Ik zal hem ook eventjes voor jullie uitpakken om te laten zien wat er allemaal in zit. Dit is het rekje. En je kunt hem dus zo draaien. Staat hij dus op een plateautje. En hier zitten 8 flesjes in waar je dus allemaal specerijen in kunt doen. En die kun je dus zo mooi in je keuken plaatsen. Ik vind dit echt super handig, want zo hoef je niet meer op zoek naar elk potje in je keuken. En kun je alles gewoon hierin opslaan. En gewoon zo een draai maken om iets te vinden. Het rekje was 6,95. Dan heb ik 3 van deze jars van die potjes gehaald. Dit zijn de kleinere versies. En die kun je gewoon zo open en dicht doen. En hier leek het me heel erg leuk om allemaal zaadjes in te stoppen. Dus muesli, zaadjes, noten. Het staat altijd gewoon heel erg leuk als je van die verschillende jars in je keuken hebt staan. Dus dat is wat ik zo meteen ga doen. Deze potjes waren 1,92 per stuk. En ik heb er dus 3 gehaald. Dan dezelfde pot. Deze jar die is een maatje groter. En deze is 2,29. Hier wil ik hetzelfde rijst of pasta of iets in gaan opslaan en dus in de keuken neer gaan zetten. En dan nog een pot. Hier heb ik er eentje van gehaald en deze is ook weer een grotere versie ervan. En deze is 4,17. Dan heb ik dit zwarte metalen mandje ook gehaald. Hier wil ik bananen of fruit of uien of knoflook in op gaan slaan. Het staat natuurlijk veel leuker zo in je keuken. En deze was, even kijken, 2,39. Dan heb ik een heel mooi tafelkleed gehaald. En dit kleurtje leek me wel leuk voor de lente en de Pasen. Want mijn keuken is best wel een beetje grijzig en beige. En dit fleurt natuurlijk de boel helemaal op. Het is een tafelkleed van 100% polyester. En ik vind de kleur vooral heel erg mooi. En deze heb ik gehaald voor 7,95. En dan nog een ander tafelkleed dat ik tegenkwam. Die vond ik ook echt wel heel mooi. Deze is namelijk gemaakt van organic cotton. En deze is 100% katoen. En dit is een beetje een beige kleur. Maar het ziet er heel natuurlijk uit. En dit vind ik wel heel erg mooi om te stylen met mooie servies straks in je keuken. En deze wil ik natuurlijk gewoon gebruiken voor de eettafel. Mijn eettafel staat ook bijna gewoon letterlijk in mijn keuken. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om deze dan er ook bij toe te voegen. En het is gewoon een heel mooi natuurlijke stof en de kleur is heel tof. En dit tafelkleed was 8,49. Dan heb ik dit plateau gehaald van mangohout. En dit leek me ook heel erg leuk om in de keuken te zetten. En om dan uien of bananen of in ieder geval fruit of in ieder geval iets op te leggen. Om gewoon een beetje je keuken op te fleuren. En deze was 7,95 euro. En dan heb ik nog iets gehaald wat ik kan gebruiken in de keuken. Namelijk echt een hele mooie ovenschaal. Deze is een beetje grijzig van kleur.
Is echt steen. En ja, deze wil ik gewoon gaan gebruiken voor lekkere gerechten in de oven. Maakt natuurlijk ook veel leuker als je met mooi servies werkt. Dus deze was €4,99. En om straks de potjes te vullen heb ik amandelen gehaald en walnoten. Je hebt bij de Action echt een best een groot assortiment aan allemaal zaden en noten die je kunt halen. Bijvoorbeeld in yoghurt of in je salade. Ik haal ze eigenlijk altijd daar. En deze ga ik dus straks in de potjes doen. En dat laat je keuken er gewoon veel leuker uitzien. En deze waren allebei per stuk €1,45. En dan nog iets om in de pot te doen. Deze sesamzaadjes. En deze waren €0,99. En dan natuurlijk iets wat niet kan ontbreken in de keuken. Namelijk zout en peper. Ik vond de flesjes wel heel erg leuk om neer te zetten. Ze zien er toch wat leuker uit dan die standaard zout- en peperflesjes. Dus deze ga ik neerzetten. Of ik ga ze in een molen doen. Ik ga nog eventjes kijken wat een beetje past bij elkaar. Maar deze waren €0,85 per stuk. En dan als laatste namelijk dit keukendoeken set. Deze bestaat namelijk uit meerdere doeken. Je hebt namelijk twee theedoeken, twee keukendoeken en één vaatdoekje. Dus mocht je meerdere dingen nodig hebben, dan is dit wel heel erg handig. Ik heb gewoon voor een beetje kleur gekozen, maar je hebt natuurlijk gewoon nog veel meer kleuren. Kan je zelf even kijken. En deze was €4,95 voor dus even kijken, vijf doeken totaal. Dat was de shoplog. Nu is het tijd om alles te gaan stylen in mijn keukentje. Een kleine mini makeover geven, want dat heeft hij wel nodig. Dus laten we dat nu gaan doen. Ik zal een before en after aan jullie laten zien. Dus let's go. De video. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Mocht je binnenkort nou ook een mini makeover aan je keuken geven, laat dan vooral eventjes beneden hierachter, want ik ben heel erg benieuwd. En vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal van Action. En dan zie ik je heel snel weer of iemand anders bij een nieuwe video. Doei doei!